Ik deed in het geheim mee aan een datingshow van de makkers. Met een pruik op en al, ik was er niet, Janne. Ja, laat me het uitleggen. Een tijdje geleden stuurde iemand mij door dat je je kon opgeven voor een of andere datingshow van de makkers. Dan zouden Link, Duncan, Joost en Don je gaan raten en daarna zou je aan het einde al op date mogen met Pascal. Alleen één klein probleem. Ik ben geen vrouw. Maar toen ineens bedacht ik me, zou ik niet een pruik op kunnen doen en dan Rianne zijn? Dus ik maakte een voorstelvideo en een OnlyFans om het wel geloofwaardig te maken natuurlijk. En geloof het of niet, maar ik kwam door de selectieronde heen. Dus ik ging helemaal naar Snake. Ging via een geheime achteringang naar binnen. Want het was natuurlijk super belangrijk dat niemand mij zou zien. Hier ontmoette ik de andere wel echte vrouwelijke kandidaten. En die begonnen mij in Rianne haar te kammen of zo. En daarna wachtte ik behind the scenes en zette ik mijn meest vrouwelijke stem op. Hey guys! Oh my god, wat goed jullie te zien! Oh my god, ja meteen ook. Dan mag je van nu even de donutjes vasthouden. Natuurlijk had ik donuts mee. En uiteindelijk liet ik ook nog even mijn QR-code zien. Die leidde dus naar mijn echte OnlyFans. Ik dacht het ging goed, maar toen ik lag er meteen de eerste ronde uit.